staan nu op een hele bijzondere plek. Je zou het misschien niet zeggen, maar we staan voor een echt spookhuis. Die zag je niet aankomen. Kunt u ons een sign geven? Kunt u misschien een klokgeluid maken? Twee keer klop is ja. Bent u hier aanwezig? Suzanne, jij bent de hoofdbewoner van dit huis. Ja, dat klopt. Kun je mij vertellen wat hier allemaal aan de hand is? Een hele hoop. Een hele hoop? Ja, heel veel. Althans wel de laatste tijd gebeurden heel veel aparte dingen. Hier vliegen dingen wel eens van de muur af en zo. Net als het beeldje van Jezus dat hing hier. En dat vloog zo de kamer door. Ik had hier een bankpasje liggen die ook gewoon zo spontaan uit het niets uit het kastje vloog. Ik heb ook een foto op mijn hive staan waar ook iets te zien is van een soort verschijning. In de keuken hebben we vaak de kraan ook gewoon aangaat. Dan hebben we het over deze televisie en over deze dvd-speler. De dvd die gaat dan gewoon zo open. Normaal moet je hem dan op het knopje drukken. Ja. En dat gaat niet meteen, want het duurt heel even. Kijk, en dan gaat hij open, maar wij zitten dan gewoon, of we lopen of waar dan ook, en dan gaat dat ding, dat springt op hol. Dat gaat aan, uit, open, dicht, de televisie gaat aan, uit, en er gaat er geen afstandsbediening bij. En normaal moet je dan het knopje indrukken en hoe ga je ook kinderen tv aan, weet je wel. Cindy, we zitten hier nou boven bij Suzanne's huis. En we zijn zojuist op onderzoek geweest naar paranormale verschijnselen hier. Om een eventuele verklaring te vinden voor alles wat hier plaatsvindt. Wat heb je ondervonden? Ik kwam hiernaast, was er sterk een vrouw aanwezig. Die mij dus vertelde dat ze in 1834 hier het een of ander meegemaakt heeft. Het kind en de moeder is hier dus gewoon het leven ontnomen. En op een of andere manier moet het hier, die zijn ook nooit gevonden geweest. Dus het lichaam schijnt hier ergens buiten een paar meter onder de grond te liggen. Omdat het natuurlijk nooit verklaard is geweest wat er hier is gebeurd, blijft het altijd herhalen. Dus hun maken het elke dag mee. Op dezelfde tijdstip van de moord maken hun het mee. En ik denk dat het ook 's avonds laat is gebeurd of midden in de nacht, omdat de personen die hier wonen dan ook de meeste dingen signalen opvangen. Zit er nou eventjes twee weken na de opname, zitten we nou even terug te kijken naar het beeldmateriaal. En jongens, vertel er eens iets van. Wat hebben we allemaal terug kunnen vinden? Nou, hier zitten we in de slaapkamer van Suzanne, oftewel de hoofdbewoner. Ja. Met jullie ook. En wat je duidelijk ziet is dat er hier orbs tevoorschijn gekomen. Dit is een heel mooie foto. Is je dit? Ja, waarschijnlijk in de raam. In de raam, ja. Dan zie je een boze mannen gezicht. Ja, ik zie wel inderdaad iets in de raam weer kaatsen. Zie je? Ja. Het is eigenlijk net zo'n, bijna de helft van de gezicht, zeg maar. Alsof hij gewoon boos is eigenlijk. Hij dat wij boos. Dat wij daar waren. Ja. Ja. Nou, we hebben een aantal waarnemingen gedaan in ieder geval. Sommige waren te verklaren en sommige weer niet. Dus het blijft een bizar iets. In ieder geval, dankjewel dat jullie even de tijd namen om het uit te leggen. Ja, graag gedaan. Dat was het dan weer voor deze aflevering. Heel erg bedankt voor het kijken. Mocht je nou over een van de drie onderwerpen meer informatie willen, kun je altijd naar www.meet.nrtv.nl en daar kun je meer informatie vinden. Nou, en voor jullie, tot de volgende keer.